ik heb de indruk dat ze het kanaal, het Noord-Hollands kanaal, eerder gegraven hebben. Sneller gegraven hebben als ze nu de brug moesten repareren. De vlotbrug is al een half jaar buiten gebruik na een aanvaring met een vrachtschip. Ik ben heel blij dat er eindelijk gewerkt wordt. Ja, want dit is eigenlijk helemaal niks zo. Heel gebied onthoud je gewoon van een doorstroming. Moeten omrijden, kosten extra maken. Het is gewoon niet prettig. Om de 5 jaar hebben we problemen. Dus we schatten weer over 5 jaar het weer in. Wij wonen hier tegenover en sinds dat hij eruit is kunnen we niet meer met de auto eroverheen. Dus dat is heel vervelend. Kijk, dat hij eruit gevaren wordt, dat is tot daar en toe. Maar dat het nu een half jaar al moet duren en dan dat schiet niet op. Veel omwonenden hebben liever een vaste brug. Ja, nou voor de ondernemers aan deze kant is het een behoorlijke kriem. In die 14 jaar dat ik hier woon is denk ik de brug ruim 3 jaar eruit geweest. Vanwege aanvaringen en vrachtwagens die op de brug vast zijn komen te zitten. Dat is gewoon een groot probleem en dat blijft een groot probleem. Ik ga voor een vaste oeververbinding en daar blijf ik ook voor strijden. Nu ook met het pontje, ja weet je, en dan wordt hij weer tot 7 uur 's avonds ingezet. Nou ja, dat zijn ook geen tijden. Je kan geen kant op, zeg maar, als de brug eruit ligt. En zo'n pontje, dat is natuurlijk hartstikke lief, maar daar schieten we niet zoveel mee op. Nou, het kan volgende week weer, als het goed, maar 1 week na de opening kan het weer fout gaan. Nou, nog even doorbijten. 16 april heb ik gehoord net, maar het kan ook wel een beetje uitlopen. En dan is ongeveer een jaar uit de roulatie geweest, de brug. Tijd voor een feestje, burgervlotbrug. Ja, natuurlijk, wij feesten de hele week door.